Je bent dus en voormalig in dat systeem van de Belastingdienst. Ja. Maar later dan dus ook in dat systeem van jeugdzorg. Ja. Hoe ging dat? Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Je wordt echt op de vingers gekeken van wat je aan het doen bent. Hoe je leven eruit ziet. En dat was te veel voor mijn oudste zoon. En daardoor ben ik mijn oudste zoon ook kwijtgeraakt. Sylvana, we zijn hier eigenlijk voor jouw verhaal. Op het advocatenkantoor, persoon van jou. Jij staat Sylvana bij. Sylvana, jij bent, kunnen we zeggen, een van de toeslagenouders. En ook dus de ouders die tegelijkertijd kinderen zijn kwijtgeraakt. Hoe is dat bij jou gegaan? Ze hebben 2 keer een uithuisplaatsing vanwege financiële problemen aangevraagd. En hoe zijn die financiële problemen ontstaan? Ontstaan door de Belastingdienst, door de toeslagen die ingehouden werden. Dus zoals huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en dergelijke. Ja. En ben je dan ook, zoals dat heet, erkend? Ik ben erkend gedupeerde, ja. Dus de Belastingdienst heeft erkend dat ik gedupeerd ben. Dus je hebt een brief gekregen van de Belastingdienst waaruit blijkt dat zij fout waren, ja. En dat jij, dat jij geld krijgt. Van niet vergeten de excuusbrief van meneer Rutte. Oh, die heb je ook nog die gehad? Die heb ik ook nog gehad. Kijk eens aan. Ja. Dus je hebt bijna de bonus zo te pakken, ja. Ja. Over die bonus gesproken, die heb je dan in negatieve zin wel echt goed te pakken. Want je bent dus en voormalig in dat systeem van de Belastingdienst. Ja. Maar later dan dus ook in dat systeem van jeugdzorg. Ja. Hoe ging dat? Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Je wordt echt op de vingers gekeken van wat je aan het doen bent. Hoe je leven eruit ziet. En dat was te veel voor mijn oudste zoon. En daardoor ben ik mijn oudste zoon ook kwijtgeraakt. Oh ja? Ja. En wat was het moment dat je hem kwijtraakt? Mijn zoon was 17 en toen kwam er in augustus vorig jaar een aanvraag voor uithuisplaatsing voor alle 3 de kinderen. En ik heb gezegd, die 2 die horen bij mij, de jongste. De oudste die is al zo oud dat hij op zijn eigen benen kan staan. Ja. En ik ga ermee akkoord. Dus ik laat je gaan. Maar als ouder zijn, dan moet je niet je kind laten gaan. Je moet gewoon je kind kunnen verzorgen. En nou ja, dat heb ik al die jaren niet kunnen doen. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Zeker als je dan eentje moet offeren om die andere 2 te kunnen houden. Dus, ja, het één offeren en de andere 2 kunnen redden. Ja. Zo moet je het zien. Ja. En die andere 2 die heb je dus nog wel stuk? Die heb ik nog, ja. Dus eigenlijk kun je dan wel stellen dat er door de overheid een chaos is gecreëerd in jullie leven. Ja. Maar er is ook niet een begin van het herstel. Nee, er is geen lichtpunt. Je zit in een hele donkere tunnel en aan het eind is het nog steeds donker.